Hoe tint je nu makkelijk en snel de ruiten van een auto? Om de ruiten van een auto te tinten, maak je gebruik van het aanpassingsfilter Kleurtoon en Verzadiging. En dat vind je hieronder. Als je daarop klikt, dan krijg je het venster met eigenschappen en daarin drie sliders. De eerste bepaalt de kleurtoon, oftewel de kleuren die we zien. Als ik daaraan trek, dan zie je wat er gebeurt. In de onderste helft van het filter zie je ook twee kleurenbalkjes. De bovenste is de balk met kleurtjes die je hebt en de onderste is met kleurtjes die het wordt. Dus in dit geval worden mijn blauwe tinten zeg maar groen en mijn groene tinten worden een beetje rood. Als ik het terugzet, dan zie je ook dat dat balkje verschuift. En als je op nul staat, dan zijn de kleurtjes allemaal gelijk. De middelste slider, dat is de verzadiging en dat spreekt een beetje voor zich... Trek je hem helemaal naar links, wordt hij zwart-wit. En trek je hem helemaal naar rechts, dan wordt het een zuurstokken-effect. En onderin heb je de lichtheid. Daarmee kun je je foto donkerder en lichter maken. En met die drie sliders kunnen we getinte ruiten maken op deze auto. Wat ga ik om te beginnen doen? Ik ga om te beginnen de verzadiging eens naar beneden trekken. En ook de belichting. Ik ga gewoon eens kijken wat ik kan maken van deze ruiten. Alleen het nadeel is: in dit geval heeft het effect op heel mijn foto. En dat is dan ook weer niet de bedoeling. En daarom gebruik je dus een aanpassingslaag. Want een aanpassingslaag betekent dat je dat ook selectief kunt doen. Er staat namelijk een klein vierkantje bij. En dat is je masker. Als je dat masker selecteert, dan staan er vier kleine hoekjes omheen. En druk je nu op Ctrl-I, dan keer je het masker om. Je ziet dat het masker zwart wordt. En je ziet dat mijn auto weer gewoon zichtbaar wordt. Ik zoom even in op de ruit. Ga ik nu met wit aan de slag, een witte kwast. En ik verf in dat masker. Dan zie je dat dat effect heeft op mijn ruiten. En je ziet ook dat er een klein wit puntje in mijn masker staat. Hou ik nou de Alt ingedrukt, dan zie ik alleen het masker en dan zie je wat ik net geverfd heb. De Alt ingedrukt houden en weer klikken op het masker om weer terug te gaan naar de volledige auto. Maar dit masker moeten we dus gaan vertellen waar de ruitje zit. Nou, en dat kunnen we helemaal handmatig verven, maar dat kunnen we ook gewoon met een kleine selectie. En ik gebruik daarvoor de magnetische lasso. En daarmee ga ik eigenlijk gewoon even heel snel langs de ruitjes van de auto. Je snapt natuurlijk hoe preciezer je deze selectie maakt, hoe mooier je resultaat is. Maar het gaat even voor het principe in deze film. Dus ik maak niet de perfect mooie selectie. En uiteindelijk kom ik tot deze selectie. Er zitten nog een paar kleine foutjes in. Nou, die haal ik er dan wel weer gewoon uit met de Lasso tool. En ik laat het zo even. Deze selectie, als ik deze nu vul met wit terwijl ik in mijn laagmasker sta, als ik naar mijn laagmasker ga, dan zie je bijvoorbeeld de selectie actief. Als ik deze nu vul met de voorgrondkleur, dat is in mijn geval wit, door Alt-Backspace in te drukken, dan zie je dat heel mijn selectie gevuld is met wit. Druk ik op Ctrl-D om het ongedaan te maken en ga ik terug naar de foto, dan zie je opeens dat mijn ruitjes getint zijn. De aanpassingslaag die wij eerder ingesteld hebben, is nu alleen actief op de zijruiter. En dat is wat we eigenlijk ook willen. Kan ik eventueel nog gewoon een uh, kleurtint toevoegen door te zeggen van nou ik wil ze een klein beetje bronskleurig zeg maar getint hebben en ik maak ze ietsjes lichter want dit lijkt eigenlijk nergens op. En zo vind ik het op zich wel aardig. Ga ik ook nog gewoon even uh, de voorruit erbij selecteren want die hoort er natuurlijk gewoon bij. En ik maak mijn selectie in de tussentijd gewoon nog even een klein beetje beter. Want dit is natuurlijk niet helemaal perfect. En nogmaals, hoe meer tijd je hiervoor zult nemen, hoe preciezer het wordt. En hoe preciezer het wordt, hoe mooier het ook wordt. En in principe, ik klik op het laagmasker. Ik druk op Alt Backspace om het te vullen met mijn voorgrondkleur, met wit. En ook mijn voorruit is getint. En op deze manier kun je dus heel eenvoudig de ruiten van een auto tinten. En je kan dus ook gewoon de kleurtoon nog een klein beetje veranderen. Net nagelang wat jouw smaak is. En dan heb je een before en een after. Terwijl je nog gewoon door de ruit heen kunt kijken. Tot zover. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei doei.